De vroegere gereformeerde kerk aan de Heggerranklaan in Stratum herbergt sinds de zomermaanden de studio's en redactielokalen van de Stichting Regionale Omroep Brabant. Een aantal geanimeerde en goed bezochte open dagen ging aan de officiële opening vooraf. Op 1 september ging de eerste uitzending de lucht in. Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Drie keer per dag zendt Omroep Brabant uit op 91,9 MHz of kanaal 16 van de FM-band. Professor van Veldhoven, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Regionale Omroep Brabant, wees op de noodzaak van een onafhankelijke omroep. Directeur hoofdredacteur Jacques Grijpink luistert naar de eerste minuut van de eerste uitzending. In plaats van op de grote stille heide, dwaalt in de Dommelvallei in Gestel een schaapherder met zijn kudde rond. Hij vertelt... Ik heet Cor Adriaans en ik ben sinds mijn 13e jaar ben ik herder. En nu ben ik er 38, dus ik doe het 25 jaar. Mijn vader doet het een huidige dag nog. En mijn grootvader is het geweest van zijn 11 tot zijn 80 jaar. En daar minstens nog 10 generaties voor. Ik ben 7 dagen in de week, iedere week. Maand in, jaar uit ben ik dus herder. En altijd in dienst van mijn schapen ten alle tijde. En in de lammeren tijd dag en nacht. Eigenlijk 24 uur in de lammeren tijd per dag. Nou, de mensen die hebben eigenlijk helemaal een verdraaid beeld van een schaapsherder. Die romantiseren eigenlijk zo'n figuur die ergens met zijn schapen in een heidevlakte rondzwerft. En hij past eigenlijk nergens bij. Het is geen boerenmens. Ja, misschien een beetje wel doordat hij met dieren omgaat. Maar en het is geen fabrieksmens en geen kantoormens. Het is in mijn ogen eigenlijk nog een van de weinige normale mensen. Nog steeds als enige in ons land herbergt de Eindhovense stad Schouwburg tussen kerstmis en nieuwjaar een echt circus. De jeugdige dompteuse Mireille Vienne met haar 12 leeuwen. De vier jongleurs Santus. Crenzola, unieke dressuur van gier, vos, kat en duiven. Harry Althoff met zijn Afrikaanse olifanten. Klutski springt met behulp van de Russische schommel 9 meter hoog. Evenwichtskunstenaar Dino Raffles. De Rinaldo's, vliegende mensen in de nok van onze schouwburg.